Verschoor. Balm. Keur. Hele mooie beweging, Siloy uitgespeeld. En nu het vervolg. Het vervolg is Spelbos. Keur gaat door. Er staat op Goyer. Hans van Doornenveld, de trainer nog van Haarlem, maar zijn kansen bij AZ zijn nog altijd aanwezig. Haalt de Keur van het veld, de topscorer van Haarlem met 9 en stuurt nu met 15 Rob Kollewijn als invaller de ploeg binnen. Gasselig, Pluton en Nijholt. Zoekt de diepte bij Liesdek. Die paas is heel goed. Koeman gaat onderuit. Strafschop voor Haarlem, natuurlijk. Voortreffelijke opening van Luc Nijholt op Marcel Liesdek. Koeman haalt hem onderuit. De beslissing van Geurts is de enige goede penalty. We zijn in de 22e minuut. Nico Runderkamp, de huurling van Volendam, mag het proberen. En hij doet het heel goed. Haarlem leidt 1-0. Koeman, Verkijk, Schoenhaken, Vasselief en Rijkaard. Heel dicht bij de gelijkmaker toch nog Frank Rijkaard. Het handje van Metgod zat ertussen. De beste kans van Ajax tot nu toe. Op slag van rust. Rijkaard vindt Metgod op zijn weg. Koeman. Met God, heel zeker. En een snelle spelervatting. Pluton. Kollewijn. Pluton. Heel veel technische spelers bij Haarlem. Reden waarom de ploeg goede balbezit kan spelen. Runderkamp, nu die bal terugleggen. Balm maakt het af. Nee! Siloy haalt hem van de doellijn. Onvoorstelbaar, wat een mogelijkheid voor Haarlem. Via deze breakout van Nico Runderkamp en de kans voor Wim Balm om Ajax definitief de genadeklap toe te brengen.